voelt lekker. Het voelt als huis. Het lijkt alsof ik nooit weg ben geweest. Ik heb ook altijd mijn contact met Noordin onderhouden. Dus ik ben ook eigenlijk nooit echt weg geweest. Het gaat goed. Ik heb al mijn oude technieken weer bijgespijkerd. Dus ik kan niet wachten tot ik het kan laten zien in de ring. Het gaat goed. Tussen mij en Barak is altijd goed gebleven. Alleen hij wou ergens anders even proberen. En hij is weer terug en we zijn volop bezig. En nu alleen puntjes op die. Ik denk dat mijn ervaring het werk gaat doen. Hij zal een jonge, agressieve vechter willen zijn die zijn winst wil halen. En ik zal rustig moeten blijven en met mijn ervaring de winst binnenhalen. Ik weet nog niet zoveel van hem. Ik heb wel een aantal wedstrijden van hem gezien. Zijn laatste twee partijen bij Glory en een aantal andere partijen bij andere organisaties. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik ken hem verder niet persoonlijk. Ik weet dat het een jonge vechter is, een agressieve vechter die lekker naar voren wilt komen. Lekker druk wilt zetten. Dat is een beetje wat ik van hem weet. Ja, hij is een jonge vechter, een drukkende vechter. En hongerig. Goed op mijn hoede zijn, niet op een stoot lopen waardoor ik de wedstrijd moet uitvechten in survival modus. Serkan heeft best wel dezelfde agressieve stijl als Boapea, dus dat is een hele goede partij voor mij geweest. Om ervaring op te doen en dat mee te nemen in deze partij. Ertuğrul is een heel rustig type. Een jongen die ondanks zijn leeftijd, ondanks zijn ervaring, nog steeds hongerig. Hij wil echt nu voor de titel gaan. Alleen ik moet hem even stapje voor stapje, dat we als doel hebben het eind van het jaar zeg maar, voor de titel te kunnen vechten. Een mooie jaar wat we tegemoet gaan. Ik zie heel veel kansen, vooral in mijn gewicht, in mijn gewichtsklasse. Ik heb al van de tegenstander, van de kampioen een keertje gewonnen en ik zal het nog een keer willen doen. Ik moet alleen een paar extra partijen voor wat ritme uitvechten en dan ben ik er klaar voor. Zou je zo graag zo'n Grand Prix willen zien in jouw gewichtscategorie? Ja, heel graag. Ik ben zelf een toernooivechter. Ik heb al 4 toernooien gevochten. Waaronder 2 8-mans toernooien, 2 4-mans toernooien. Allemaal successen mee behaald, dus ik hou ervan. Zeker bij de tweede wedstrijd begin ik pas echt warm te worden.